the activity of the last strides. We have the theory that you don't lose speed during the last strides, gaining as much as possible kinetic energy. And this is what he did to a high extent. Om geen snelheid te verliezen, zet Zelezny een korte voorlaatste pas onder het lichaam. Hij vliegt daardoor als het ware over zijn rechterbeen, het steunbeen, en kan voor zijn laatste pas zijn linkerbeen, het blokbeen, ver voor zich uitzetten. Zijn zwaartepunt komt zo dichter bij de grond, waardoor hij de snelheid van zijn lichaam nog beter op zijn linkerbeen kan blokkeren. Dat geeft een immense impact, maar de energie die vrijkomt, gaat hij straks kunnen omzetten in een nog verdere worp. Thomas Reuler is de huidige Olympische kampioen speerwerpen. Met 7 worpen voorbij de 90 meter doet niemand van de huidige generatie beter. Hij stal met zijn ogen de techniek van Jan Zelezny. There was almost literally no energy loss landing on the right, getting into the block. It's a fast timing and this is what maintains all the speed, all the power. And javelin is just physics, and if you're the person that is able to understand and also execute the physics, then you're going to throw far. And he just did this really great, and he did it really often. This is something I want to point out. Not just he was the world record holder, he was throwing the 90 meters as often as nobody else in the world. So this is what I'm really impressed on. Hij is ook de persoon die het speerwerpen heeft ontwikkeld. Want het is dankzij hem, moet ik zeggen, dat nu de recorden die misschien toekomstig kunnen verbeterd worden, hij heeft de basis gelegd, moet ik zeggen, van de moderne speer. En als we nu zien dat het deelnemersveld van de speerwerpers veel groter geworden is, dat er nu kleine Chinezen, Japanners, Indiërs nu ook al over de 85 meter gooien. Dus dat toont toch wel aan dat ze hem heel goed bestudeerd hebben, daar lessen uit getrokken hebben en uiteindelijk nu ook succes kunnen boeken. Jan Zelezny is vandaag een standaardwerk voor iedere speerwerpstudent. Patrick Bosgaard was als trainer van Johan Kloek mee op trainingskamp met Zelezny in Zuid-Afrika en zag de beste speerwerper aller tijden de laatste 2 passen tot in den treuren herhalen. Dat maakt hem zo speciaal. Hè? Je zet hem deze drills heel de tijd. Gigantisch veel energie gestekt, om te zeggen, dat sommigen niet begrijpen waarom dat men dat heel de tijd doet. En je hebt echt die beelden gemaakt? Ja. Dat is 20 jaar geleden natuurlijk. Ze noemden mij Mr. Camera. Mr. Camera? Ja. Maar het is uniek materiaal wel. Het is uniek materiaal. Ik heb de kans gekregen om meerdere jaren naar Zuid-Afrika toen destijds te kunnen gaan. En ook elke keer vastgelegd. Dat zien ze iets. Hij doet dat en hij blijft ja, elke het keer doen. Het is niet ene winter dat hij dat gedaan heeft, maar het is elke winter. Ja, elke winter. Waarom deed hij constant die drills? Om die motorische capaciteit, om te zeggen, zonder na te denken, om te zeggen, vanaf die voet komt. Ja. Val er automatisch in. Om heel natuurlijk de rest van de beweging te doen. Ja, effectief. Ja. Ja. En is dit nu echt nog het schoolvoorbeeld voor uw atleten? Dat is... De manier waarop Zelezny het toen deed, 20 jaar geleden? Zo leerde ik nog altijd mijn atleten aan, maar zo heb ik het ook van de meester geleerd. Hij is de perfectie, hij is de norm, hè? De mater dei. Dat moet je zeggen. Dus hier zien we wat de Belgische Zelezny is. Ja. Aan het doen ze, dat is net hetzelfde als... Voilà, dat is onze leerschool. Ja. Hij kan op zijn steunbenen, rechte steunbenen, want het is een rechtshandige speerwerper. Ja. En hij gaat zijn linker blokbeen opzoeken. En dan pakt hij een volgende speer en doet hij net hetzelfde. Ja. Ja. Want hier in valt staat heel het werpen. Heel de worp mee. Ja. Ja. Dus dat moet zo natuurlijk, zo makkelijk gaan, zonder na te denken eigenlijk. Hè? Ja. Hop. Zo doet hij ongeveer 30 worpjes. Oké. Okay. Wij noemen dat altijd, om te zeggen, uw harde schijf. Moet geprogrammeerd worden. Dat is hetzelfde. Ja. Die gaan we programmeren. Routineus. Ja. Alleen wie de laatste 2 passen perfect uitvoert, komt tot de essentie van het speerwerpen. Een essentie die professor Bartonietz ons heel graag wil demonstreren. Beautiful, professor. What are you aiming at? At this tree, the apple tree. You see this one single apple, I try to hit this single apple. Yeah, but you missed him. I missed him. You missed him. Is this the essence of javelin throw? Yeah. Bending the bow, that is the main thing the javelin thrower has to do. Using the elasticity of the bow, of the wood, or of the body when you throw the javelin. How can the human body become as elastic as a bow? It's just because of the elastic components of the human body. Like? Like the elasticity of the muscles. Yeah. The ligaments and the fascia.
the connecting tissue, all are big plates in the body, in the trunk, also in the hand, arms, everywhere are fascia, which also contribute to the release of the javelin. Is this what we call the stretch shortening cycle? That Can you explain that? I do such an experiment with the athletes, moving very fast my finger. It's not that fast. This is not that fast. No. But when I bend my finger and store energy in the fascia and in the tendons of them, of the muscle, then it goes extremely fast. Okay. Yeah. So the essence of javelin throwing is to become the strongest bow possible. Yes. What kind of tree is this? Hazelnut. A hazelnut. It must be a hazelnut? Well, it's very... Oh, this one is good. Elastic. Very elastic. And is hazelnut elastic? Yeah, very elastic. It's good. Yeah! Ah. Okay. It's perfect. No? Yeah. Okay. Then we take this one. It's not a prize-winning bow, but it's... This is not Jan Zelezny, I think. No, it's a young. That's a young Zelezny. Young kid from Belgium. Okay. Should we should take a try? Yeah, maybe. While you are playing with your bow, I have another question for you. How can a javelin thrower change into a bow in just the last few steps? Only the last. Only the last. The very last step, right foot, left foot down, and then he can bend the bow, can pre-stretch his body. Yeah, before, impossible. When you are on one leg or in the air, when you jump, no. So this is the bow we have, Professor. So now I put the bow on the tension. Yeah. You compare this with a javelin thrower. Which part of the bow is the javelin thrower? Can you show it to me? It's the chest, the head, the rear leg, the right, and here in front, like this, the left leg for stopping, for breaking. You build up a tension from the ground on. It starts with the block. You build a strong hip. Then you get into this bow tension because you hold back the throw. And this is, I guess, the secret for the next years, being really good at building up tension and releasing tension really fast in a really precise way. The left arm here, left leg in front. Yep. Very wide in front, very far. And the upper body goes now. Come, go. Bend the bow. Bend. Yeah! Now I'm a bow. Yes. Here is the center of pressure, the center of the tension. Okay. Yeah. And the arrow is the javelin. Yeah. And the arrow is the javelin. The more I become a bow on the tension. The longer you can get the bow. It hurts. It hurts to be a bow, Professor. But to readily. Which one is Jan Zelezny? Not here, but this time. Maybe this bow 3-4 times bigger. And stronger. Stronger, but the same. Elasticity. Pretty good elasticity, yeah. Speerwerpers trainen dus om een boog van een vent te worden. Thomas Reuler, de Olympische kampioen, nodigt ons uit op een training in Jena. Een speer zie ik niet, maar ik trek wel grote ogen. Thomas, I see you doing a lot of training exercises. Mm-hmm. It's a wide range of exercises. It looks more like the program of a circus artist. Yeah. Do you agree? Yeah, true. You see me doing things that kind of appear kind of crazy from time to time, but they all help us to get these small important muscles. Like, everybody is capable of training the big muscles, but the more important thing is the neural aspects, is also the white tissue, like the ligaments, the bones. We have to do a lot of training for that. But as we understood, the javelin throwing is putting a lot of force on the body. Yeah. It's a lot of tension you get yourself into, and we have to prepare for that. And these kind of challenging exercises help us to combine muscular work and also coordinational aspects. And this is what javelin throwing is about. What is your training session like on a weekly basis, for example? Yeah, these days it's preparation period, no competition around. So you will barely see me with a javelin. Looks like we're gymnasts. So from a person from the outside, at the moment, can't tell that I'm throwing the javelin. And don't you need to do it to maintain the perfect technique? Yeah, routine and feeling is definitely important. Yeah. But I'm super experienced now. So I'm training the sports for about 10 years now. Mm-hmm. For me, it's like riding a bicycle. I will never lose this feeling. And it takes me about 2 weeks to be back to feelings. That's enough to really get a feeling of javelin. For me, yeah. I'm kind of a technician person, a technical athlete, and
I invested a lot of time before in learning the javelin throw, in understanding the feeling. And we do throws. We take the big medicine balls, the small medicine balls, different things. To be in javelin positions, it's about positions, about these physics, the bow tension. And there's a lot more exercises far away from the actual javelin implement that we can use. En al die tijd heeft Jan Zelezny één ding moeten onderdrukken. Dat is zijn zin en zijn drang om te werpen. Het zorgt voor een onaangename spanning natuurlijk, een speerwerper met een speer in de hand die niet mag werpen. Maar dat mag nu eindelijk wel. En de speer die heeft een snelheid opgebouwd van 30 km per uur. Die speer die heeft meegelopen met Zelezny tot bij de laatste pas. 30 km per uur. En in een fractie van een seconde, in het laatste tiende van een seconde van de actie, tijdens de afworp, wordt die snelheid verviervoudigd naar 115 km per uur. Dus die afworp, dat is eigenlijk net hetzelfde als een raket lanceren.